De 11-jarige Silver was dit jaar de sensatie van The Voice Kids. Met zijn Amsterdamse tongval en schijnbaar ook zonder last te hebben van enige zenuwen wordt hij door heel Nederland in het hart gesloten en wint hij met vlag in wimpel de afgelopen editie. Nou, vandaag gaat er een droom van Silver in vervulling. Voorafgaand aan de zinderende wedstrijd in de arena. Vandaag mocht hij zingen op de middenstip. Als je zelfs Anouk een brok in de keel kan bezorgen, dan ben je een hele grote jongen. En dankzij een Twittercampagne van zijn coach Ali B staat Silver vandaag op de middenstip van zijn clubpie Ajax. Vriendje. Ja? Je staat nummer 1 trending, Silver op de middenstip. Gek man. Hoe voelde dat toen je hoorde, je gaat het doen, je mag op die middenstip? Ongelooflijk ja. Is dat. Iedere artiest droomt ervan om in zo'n groot stadion te staan. Hoe is het toch mogelijk dat je dat levenslied al zo goed vanuit je hart kan zingen? Waar komt dat vandaan? Zoals je net zei, het komt uit mijn hart. Maar hierna zou je dus eigenlijk als artiest kunnen stoppen, want je hebt het hoogste haalbare gehaald. Zeker niet. Nee. Nee, ik ga echt niet stoppen. Dit is pas een begin. Dit is pas een begin. Zometeen ga ik in ieder geval bloed, zweet en tranen zingen. En kleine jongen. En kleine jongen. Kleine jongen. Ik ga ervan genieten. High five. Dankjewel. Jongen. Zet hem op. Ga maar als Rocky naar beneden. Woehoe. En dan is het moment daar. Na wat handjes schudden mag Silver zelf het veld op. Enige zenuw, hè? Of ja, zonder... Ja, zo profi. Ja, ontzettend professioneel. En daar hadden we ook echt heel veel zin in. Ik zei vooral genieten, hè? Probeerde, ja, ga ik echt doen. Maar ik heb nog zoveel dromen, ik wil nog zoveel naleven. Maar dit is toch wel een hele elke artiest droom. Droomt toch van dit soort staan. Ik vind het een heel groot talent en een heel fijn gozer. Maar soms is het toch wel iets te volwassen, heb ik voor maar mijn gevoel. Maar ik denk dat hij dat ook echt is. Ja. Ik had het er net even over. Hij is jouw overbuurjongen. Ja, ja, ja. En hij heeft twee klassen overgeslagen. En hij is echt zo. Hè? Hij is echt zo. En hij wordt, vind ik, alleen maar leuker en toegankelijker door al dat zingen en alle creatieve dingen die hij doet. Het is een heel leuk en mooi kind. Dus het is, hij is gewoon leuk. En hij is ook gewoon wel echt kind, maar hij doet dit waanzinnig. Hij mag doen wat hij het leukst vindt. Dus ja, absoluut, maar hij is ook heel intelligent. Dus daardoor komt het misschien soms ook een beetje over dat hij iets ouder is dan 11. Hij is gewoon pas 11. Maar hij is echt heel authentiek. Het is en hij is echt heel authentiek. Ja, het is niet gespeeld, hij is echt lief, zo. Nee, dat kwam ook zeker wel naar voren. Nou, we zagen hem inderdaad zonder zenuwen dat veld opgaan. We hebben hem wel even na afloop gesproken om te vragen hoe het nou was. Ongelooflijk, niet te beschrijven. Het was te gek. Wat een publiek en wat zongen ze mee. Dit is ongelooflijk. Dit zou ik wel vaker willen doen, zeker, ja. Kijk hem glunderen. Dat kreeg je dus toch wel mee, hè? Ze zongen allemaal mee. Dus hij heeft echt in zich opgenomen wat er om hem heen gebeurde. Dat vind ik waanzinnig knap. En heb je zijn ouders misschien nog gesproken? Ja, zijn ouders zijn er altijd bij. Die waren er vandaag ook bij. En die zijn natuurlijk ook heel erg trots. En het was heel schattig. Want ik ken zijn moeder uit de sportschool. En die zei... Silver, het is wel moederdag, hè? Dus je moet haar ook een knuffel geven. En toen kwam die echt zo op me af om te knuffelen. Zijn hart zit ook echt op de goede plek. Zij was degene die vandaag mij feliciteerde met moederdag. In plaats van mijn eigen kinderen. Die zit wel dwars, hè? Die zit wel dwars. Daarom zit jou hier gewoon. Supermooi. En vooral ook leuk dat het zo goed is gegaan. Ja, maar ik was kampioen. Jeetje. Ja, ik wou toch even En al die vrouwen. Nou, hij moet naar buiten. Ja, jongens. Er is nog plek voor je. Gelukkig. Dus,